Leuk dat je kijkt naar vlog nummer 21 al. Ik moet zeggen, ik had echt gewoon de afgelopen weken, en ik weet echt niet of het te maken heeft met het weer, maar mijn vlogspiratie is een beetje weg. Ja, ik weet niet. Op een of andere manier vergeet ik telkens mijn camera. Weet ik even geen onderwerpen om over te vloggen. Dus mocht je een idee hebben voor een vlog en zoiets hebben van, nou Claudia, ga daar maar naartoe, want daar kun je iets moois filmen en dat heeft nieuwswaarde voor Eindhoven, dan laat het vooral hier weten beneden in de comments. Wat is er nieuw in Eindhoven op dit moment? Echt, het is gewoon niet bij te houden hoeveel nieuwe shit er iedere keer komt. Wat ik heb gedaan, ik ben vandaag gewoon gaan fietsen. Het is echt super mooi weer nu. Vandaag is het ook echt gewoon 28 graden. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar als ik geen zonnebril opdoe, dan kan ik gewoon niet buiten komen. Want ik kan daar gewoon echt niet tegen. Als ik geen zonnebril op heb, heb ik echt fucking snel hoofdpijn. En bovendien, als je heel de tijd loopt te knijpen zo, ja, je ziet, ik word daar echt lelijk van. Een goede zonnebril is echt super belangrijk. En nu hebben we echt een heel leuk nieuw winkeltje waar ze zonnebrillen verkopen. En het heet Ace & Tate. Ik vind persoonlijk de zonnebrillen heel erg mooi. Overigens hebben ze ook gewone brillen daar. En je kunt het dus vinden tegenover Vampieren. Vampieren, ik weet eigenlijk niet hoe je dat uitspreekt. Nu we het toch over winkels hebben. Een andere nieuwe winkel waar je misschien al iets van hebt gezien op mijn Instagram account. Nu moet ik het goed uitspreken, want eigenlijk weet ik niet zeker hoe je het noemt. Maar volgens mij zeg je Sostrane Grane. In de binnenstad te vinden, tegenover de Hema, een beetje de hoek Hema, Xenos, etc. Ik weet nooit zo goed hoe die straten precies in de binnenstad heten ten opzichte van elkaar. Ik ben er ook echt, denk ik, al 3 keer geweest. Want wat echt heel leuk is daar, is het kopen van cadeauverpakkingen. Wat er nieuw is op gebied van eten. Ook best wel veel dingen. En ook dingen waar ik ook echt vandaag niet langs ben gefietst. Dus waar ik verder ook nog niet echt binnen heb gekeken. Maar waar ik wel van gehoord heb dat het echt heel leuk is. Op de Dommelstraat is geopend Vigo Gastrobar. En ik hoorde van mijn collega Eindhoven fan, Eindhovens Rondje, dat Vigo Gastrobar echt de moeite waard is om te gaan borrelen. Waar ik sowieso wel vandaag geweest ben, is Underdog Café. En Underdog Café, dat zit op de Kerkstraat, nieuw geopend sinds afgelopen woensdag. Wat ze daar verkopen is hotdogs, maar het is ook gewoon een bar. Ja, je kan daar ook gewoon dus op stap. Gewoon tot 4 uur 's nachts op vrijdag en zaterdag. En je kan dan ook gewoon tot 4 uur 's nachts hotdogs blijven bestellen. En het is ook nog een sportscafé. Oh, dan zit iets in mijn oog. En als allerlaatste nieuwtje komt het koffiehuisje terug. Het koffiehuisje zat altijd naast het ketelhuis. Nou, zij zijn daar weggegaan en een tijdje heeft het stilgelegen rondom het koffiehuisje. En nu komen zij terug naast het PSV-stadion. Ik vond het koffiehuisje altijd ook qua sfeer heel erg leuk. Een beetje idyllisch of zo. En zij komen dus terug einde van de zomer. Gewoon bam! Alles wat er speelt rondom nieuwe dingen die er nieuw zijn of nieuw geopend worden in Eindhoven. Korte vlog. Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. Nogmaals, als je ideeën hebt voor een vervolgvlog voor mij, hè, om mijn vlogspiratie weer een beetje op te doen borrelen, laat het alsjeblieft weten. Superleuk dat je weer hebt gekeken. Mocht je me nog niet volgen, dan kun je je gewoon abonneren, subscriben op mijn YouTube kanaal. Super bedankt voor de 200 abonnees die ik al heb. Het is nog niet zeg maar à la Casey Neistat of zo, maar het begint ergens te komen. Dus dankjewel daarvoor. En je kunt me ook volgen op Facebook, op Instagram. En tot de volgende keer. Bye bye.